Zit het in je neus? Aan oma. Wanneer heb jij je voor het laatst verveeld? Zo even toen ik de kinderen ging ophalen. Nee. Nou, ik heb na school heb ik bijna nooit iets te doen. Nee? Dus dan verveel ik me. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om me te vervelen. Wat doet u allemaal op een dag dan? Opstaan, ontbijten. Gaan de kinderen naar school, dan ga ik werken. Het is vaak een vergadering om 11 uur. Dan is het 's morgens gewoon 2 uur sporten. Dan heb ik het koor. Dan ga ik gewoon op de bank op mijn telefoon. En dan kan ik nog even een saunaatje pikken. Ik heb een leesclub. YouTube of spelletjes. Maar ik heb nog een kleine catering, dus soms moet ik voor een groep mensen wat koken. En is er één punt in die tijd dat u zich verveelt? Nee. Ja, filmpjes kijken, dat verveelt me soms. Want ja, dan gebeurt het niet echt zo spannend en dan doe ik het niet zelf. Dus dan verveel ik me nog een beetje. Ja, denk je dat je je meer of minder gaat vervelen naarmate je ouder wordt? Ik denk wel meer. Ja, ik denk wel als je op een gegeven moment alles op een rijtje hebt en je hebt niet veel met de klussen zo thuis. Dat je dan vaker stil zit zitten of niks te doen hebt. Ja. Dan moet je langer werken. Want wij gaan naar school tot 14:45 en dan kan je daarna op de PlayStation of zo. Maar dan lukt dat niet meer. Nou, tegenwoordig, nee, volgens mij niet. Ouderen zijn niet meer de ouderen van vroeger, hè. Die hebben allemaal hun hobby's en werken lang. Ik ben nog helemaal een druk mens. Denk je dat verveling misschien ergens goed voor kan zijn? Ja, misschien toch wel om een stukje rust te krijgen. Verveling is op zich niet slecht, want op een gegeven moment, ik denk dat de meeste mensen dan te veel iets willen onderzoeken en willen gaan doen. En dat spreek ik voor mezelf ook hoor. En nou is het dan ook echt wel heel goed om dan een keer echt time-out te houden voor jezelf. Omdat dan je hoofd ook een beetje leeg gaat. Heb je ook heel vaak dat je misschien versnippert, weet je wel. Ik wil daar een beetje van, daar een beetje van. Ik denk dat het nergens goed voor kan zijn. Nee? Nee.